De klok wordt mede mogelijk gemaakt door Autogarage Oldhof Jurrensen. Goedenavond en welkom bij Hooi Centraal. Vanavond hebben we voor u de volgende onderwerpen. 150 jaar protestants-christelijk onderwijs in Nijverdal. Het Zinin Theater heeft nu ook Zinin Tours. Hoe bereiden kinderen van de basisschool De Schaapskooi zich voor op de avondvierdaagse? En mijn gast vanavond is de heer Jan Pot, mede-auteur van het boek Veranderend Hellendoorn. Sport met René Forma. Hij heeft gasten, Jan de Jonge en Peter de Vos van de Luchtbuksvereniging. En tot slot heb ik voor u nog een paar items uit de culturele agenda voor komende week. Maar we beginnen zoals altijd met de actualiteit van afgelopen week in onze gemeente Hellendoorn. Zo'n 150 dagen na de kick-off vond na enkele voorrondes de finale van de IKT Solar Race plaats. De verschillende teams streden op 25 mei tegen elkaar om te kijken wie uiteindelijk de snelste en meest innovatieve solarauto heeft ontwikkeld van de actie Ieder Kind Telt. 150 jaar christelijk basisonderwijs in onze gemeente is reden tot een feestweek. Vandaag stond voor de hoogste klassen de Solar Challenge op het programma. In een hal van Van Keulen Interieurbouw op het industrieterrein was een baan opgebouwd met lampen van 7000 watt. De deelnemers waren enorm fanatiek. De toeschouwers konden de race volgen met een zonnebril. Hoe verliep het tot dusver? Nou, ik ben heel tevreden zoals het op dit moment verloopt. Volgens mij heeft iedereen het ontzettend naar zijn zin. We hebben heel veel toeschouwers. De kinderen doen ongelooflijk hun best om een mooie tijd neer te zetten. Achter mij zie je dat ze bezig zijn met een presentatie. En dat is natuurlijk ook geweldig, want er zijn een paar prijzen te winnen voor de snelste auto, maar ook voor de beste presentatie. Van welke school zijn jullie? De Bongert. De Bongert. Jullie waren net druk aan het presenteren, of niet? Ja. Hoe is het gegaan? Goed. Ja, wat hebben jullie verteld? Ja, hoe we er aan de auto zijn gekomen en de naam en zo. Ja, wat is de naam? Zonnestraaltje. Zonnestraaltje. Ja, u bent mede-jurylid. Wat hier precies allemaal gedaan? Ja, ik ben inderdaad een mede-jurylid. De juryleden zitten hier aan deze tafel en wij beoordelen de presentaties van de verschillende teams van alle scholen van Ieder Kind Telt. En hoe gaat het er nu toe? Nou, het zijn hele boeiende presentaties, heel divers ook, van verschillende niveaus wel. Maar ik geniet van iedere presentatie die gegeven wordt. We zijn heel tevreden, het loopt goed. We maken hele snelle tijden, zelfs sneller dan in Enschede. Medewerking van iedereen, de solarauto van het team van de UT staat buiten. Het is een fantastische dag. Nu maak jij jezelf ook druk voor de techniekdag. Had deze dag nog heel veel voorbereidingen wat betreft techniek? Ja, had het wel. Omdat het de eerste keer is, dat weet je zelf, de allereerste keer iets organiseren, ja, dan komt er toch veel meer bij kijken dan je verwacht. Maar het is allemaal gelukt dankzij de medewerking van het team, de mensen om ons heen, de bedrijven. En op die manier is het gelukt en kunnen we zeggen van dat het tot op heden een supergeslaagde middag is. Maar techniek, kennis bij de kinderen, is dat nog aan de orde geweest? Ja, zeker. We hebben natuurlijk voorrondes op elke school gehad. En als je daarnaar kijkt, dan waren bij ons nog op vrijdagmiddag om 4:30 nog kinderen bezig om een zo snel mogelijke auto te maken. En wat natuurlijk het mooiste is, is dat je verschillende auto's ziet. Hoge auto's, lage auto's. Dus er zullen op die scholen echt veel diep over nagedacht hoe ze het moesten doen. Ja, dat is aan de kinderen zelf. En op deze manier zie je dat er ook verschillende tijden worden neergezet. En zou het dan ook meer kinderen interesseren voor de techniek voor later? Nou, in 2020 wordt techniek een verplicht vak op de basisscholen. En op die manier hopen we dat we nu al een voorschot kunnen nemen. Dat kinderen gewoon straks met heel veel enthousiasme techniek ingaan. En wie weet ook voor techniek kiezen. Want we hebben natuurlijk ook in Nederland gewoon moeten we zorgen dat we de techniek overeind houden. Zodat bedrijven zoals we nu hier zijn straks kunnen beschikken over vaklui. Ja, ik had het net over de actie IKT, maar dat is natuurlijk helemaal niet goed. IKT staat voor Ieder Kind Telt. Dat is de overkoepelende orgaan van 11 protestants-christelijke basisscholen in Nijverdal. Dat even ter correctie. Dan cultuur. Cultuur leeft in onze gemeente. Sinds de opening van het Zinin Theater is de kaartverkoop al verdrievoudigd ten opzichte van het Spoortheater. En steeds meer mensen weten de weg naar het culturele centrum te vinden. De medewerkers blijven alert om telkens een zo breed mogelijk programma aan te bieden. En daar is nu weer iets nieuws aan toegevoegd.
Zin in is zeer actief in een heel programma samenstellen voor bezoekers hier, bibliotheek, noem maar op. Maar jullie hebben iets nieuws bedacht, Zin in Tours. En daarmee ga je met de mensen buiten Nijverdal. Vertel, wat is de bedoeling? Ja, normaal brengen we het aanbod naar de mensen toe, maar nu brengen we de mensen naar het aanbod toe. Omdat het aanbod hier niet naartoe kan komen, zoals mooie voorstellingen in musea. Dus het leek ons heel leuk om voor mensen om eens met ons mee te gaan, met gelijkgestemden in een bustour naar een mooi musea. Dus daar hebben we er 4 van uitgezocht. In een aantal in Amsterdam, in Groningen. En daar kun je met ons mee naartoe, met een mooie bustocht. En was er ook input daarvoor dat die belangstelling er was? Of is dit maar zo een probeersel? Ja, eigenlijk is het een probeersel. We hebben daar geen onderzoek naar gedaan, maar we hebben het vermoeden dat mensen... Dat we onze klanten goed kennen en dat ze dit leuk vinden. Dus je kunt met ons mee naar het AI Museum voor een hele mooie tentoonstelling van Robbie Muller, een cinematograaf, dus een cameraman die voor hele grote films beelden heeft gemaakt. En daar zijn prachtige tentoonstellingen over. Maar ook dat gebouw is heel mooi, dus dat hoort er ook een beetje bij. En bij zo'n dagje uit zorgen we voor een gids die dus echt een rondleiding geeft aan de groep mensen die wij brengen. En de dag begint hier in de foyer van het theater, 's morgens rond de 9:00, met een kopje koffie. En je krijgt een lunchpakketje mee. En je gaat de hele dag op stap en voor het eten ben je weer thuis. En wat heb je dan nog meer? Nou, we gaan nog naar Groningen, naar Rodin. Het grootste Rodin tentoonstelling tot nu toe ooit gemaakt. Die is in Groningen, 120 beelden, maar ook tekeningen van hem. En meer informatie hoe hij zijn werk maakt. Het is echt een hele goede tentoonstelling. Maar ook een heel mooi museum, het Groningen Museum. Je kunt ook naar een tentoonstelling over de Amsterdamse school. Een hele bijzondere stroming die wereldwijd heel bijzonder wordt gevonden. Die gaat zowel over architectuur, maar ook over allerlei objecten, meubelen, achtergronden daarvan. Heel kunstzinnig en architectonisch, ook in Amsterdam. In ons programmaboekje, is net uit, er staat een pagina in met alles over onze... toertochten. En wat heel interessant is, denk ik, heb je een museumjaarkaart en neem je die mee, dan krijg je van ons contant het geld terug op de dag van de expositie. Ongeacht het weer ben je toch heel mooi onderdak die dag, dus is het toch van belang vroegtijdig op te geven? Ja, vroegtijdig moeten we weten, want we moeten op een bepaald moment aan het museum aangeven dat we komen of niet en met hoeveel. Dus daar is een deadline van ongeveer 2 weken voor de datum van uitvoering. Vanavond presenteert Uitgeverie een Balken haar nieuwste boek Veranderend Hellendoorn, van omstreeks 1945 tot 70 jaren later. Dit boek is samengesteld door Bertha Kamphuis, Adrie Kloosterman en Truus Jansen van de Leuven Old Niels Sprokkel en Frits van Buren, Gerhard Leestemaker en Jan Pot van Old Helden de Nobenschap en Paul Jansen, redacteur. En vanavond bij mij aan tafel, Jan Pot, goedenavond. Goedenavond. Het is nogal een boek, zeg. Ik heb hem bij me. Wat een prachtig boek. Het is een geweldig boek geworden. Ik heb hem ook vandaag voor het eerst gezien. Het is een heel lijvig boek geworden. Ja. 230 onderwerpen en 600 foto's, ruim 600 foto's. Ja. En van waar? Ik bedoel, waar komt dit vandaan? Wie heeft dit bedacht? Waar komt het idee vandaan om zo'n prachtig boek samen te stellen? Nou, wij zijn als fotoclub al 20 jaar bezig om de straten van Hellendoorn te reconstrueren, zou je haast zeggen. We gingen op bezoek bij bewoners, oud-bewoners. Heb je nog foto's? Heb je nog leuke verhalen? En die verzamelden wij in een boek. En het werd aanvankelijk in de Valkhof werd dat tentoongesteld en ook bij een man over vroeger. Ja. En toen werden wij 5 jaar geleden door Frits Korven van de Uitgeverieën gevraagd: zouden jullie niet een fotoboek willen samenstellen, vergelijkbaar met het boek Focus op Hellendoorn? Ja. En daar hebben we heel graag ja tegen gezegd. Maar we zeiden al heel snel, ja, we willen eigenlijk geen fotoboek maken, of alleen maar een fotoboek maken als we daar ook voldoende tekst in kwijt kunnen. Want we hadden al zoveel tekst. Precies, want de verhalen die illustreren natuurlijk precies wat de foto's weergeven. En dat zijn prachtige verhalen. Het zijn prachtige verhalen. En het is verbazingwekkend hoeveel verhalen er dan boven tafel komen. Als ik nou kijk naar mandenmaker, moet ik zeggen.
een transportondernemer uit Hellendoorn aan de Nienabelaan. Oorspronkelijk was hij scheepvader, zal ik maar zeggen. Ja. Of hoe zeg je dat? Ja, schip. En dan hebben we een foto. Een schipper was hij. Ja. En dan hebben we een foto dat hij in Haarlem, vol beladen met turf, turf staat te verkopen. De foto die zien we nu? Nee, dat is deze. Dat is hem. Dat is de foto. Onvoorstelbaar een ondernemer uit Nijverdal. Ja. Hè? En als je dan de verhalen hoort van bouwbedrijf Harmsen, die het huis van professor Venemijnders moest verbouwen als zijn vakantieverblijf. Ja. En dat ze daarvoor op bezoek moeten naar Amsterdam. En dat ze bij de professor op bezoek komen en dat hij zegt tegen Harmsen, wat jammer dat jij zo mooi gekleed bent. Want ik vind dat jij altijd zo'n kleurrijke overal aan had. Hè? Hè, dat was natuurlijk vroeger dat die overallen werden allemaal uitgestukt, et cetera. Ja. Heel veel leuke verhalen die allemaal de afgelopen 5 jaar opgedoken zijn uit de monden van heel veel Hellendoorners. Want ik heb het boek natuurlijk ook eventjes mogen inkijken alvast. En het was een klein dorpje met wat boerderijen en een paar winkeltjes. Dat was het. Het was een klein boerendorp, ja, met heel veel winkels, met heel veel middenstanders verhoudingsgewijs, ja, met heel veel kleinschalige ondernemers. Ja. En het is onvoorstelbaar om te zien hoeveel winkeltjes in die 70 jaar verdwenen zijn. Ja, want vlak na de oorlog, hè, met hulp van Amerika, is er natuurlijk wat financiële middelen zijn er beschikbaar gesteld om weer boven Jan te komen, om na zo'n vreselijke oorlogsperiode weer nieuwe economie te blazen. En dat zijn allemaal ondernemers daar, lijkt het wel, in Hellendoorn. Allemaal kleine ondernemers, ja, vaak uit Noord geboren. Ja. Vandaag de dag heb je de ZZP'er, wordt werkloos en wordt dan ZZP'er. Ja. Maar vroeger begon men met een eigen bedrijfje. Ja. Hè, een weduwe, wiens man overleden is. En dan zegt van, nou, weet wat, ik moet al zien dat ik de kost verdien. Ja. Ik begin maar een winkeltje in textiel. Precies. Een ondernemend volkje, die Hellendoorners. Ja, zou je wel mogen zeggen. Wat opmerkelijk is aan het boek, en dat is ook dan tevens alweer de afronding van dit mooie gesprek, is dat het ingedeeld is op straatnamen. Ja, een beetje analoog aan de boeken die wij vroeger ook maakten. Ja. Maar we willen eigenlijk dat de mensen die het boek lezen in gedachten, ja, een wandeling maken door het dorp. Precies. En zo zeg maar straat voor straat doorwandelen en ervaren, ja, hoe het vroeger, nog niet eens zo lang geleden, geweest is. En er staan foto's bij van hoe sommige situaties nu zijn. Hè? Er wordt steeds een vergelijking gemaakt tussen, precies, vroeger en nu. En nu. Vanavond is het feestelijk. Dan wordt het boek gepresenteerd. En waar is dat? Van harte welkom iedereen in Hotel de Kroon, restaurant de Kroon. Ja, er zijn we allerlei optredens, er wordt verteld, er wordt gezongen, er worden nog beelden vertoond. Prachtig. Dus iedereen van harte welkom. En het boek is natuurlijk te koop. Te koop voor? Bij de Hellendoornse en Nijverdalse boekhandel voor €27,50. Fantastisch. Meneer Pot, ik denk dat er veel belangstelling voor dit boek is. Dank aan alle auteurs en medewerkers en mensen uit Hellendoorn die daarbij hebben meegewerkt. En ik denk dat iedereen dit een heel warm hart toedraagt. Dank u wel voor dit gesprek. Jij ook bedankt. Een heel ander onderwerp, want er is avondvierdaagse. En hoe bereiden de kinderen van de basisschool De Schaapsgooi zich nou voor op die avondvierdaagse? Hey Tim, jij hebt een heel sportief jasje aan. Een echt voetbaljasje, Barcelona. Helpt dat nou met de avondvierdaagse? Nou, eigenlijk niet heel veel, maar het voelt wel lekker losjes. Niet met zo'n strakke spijkerbroek. Oh, oké. Okay. Maar je hebt dus ook een sportbroek aan dan als je loopt? Ja. Je bent even helemaal lekker sportief als je loopt. Nou, ben ik meestal altijd al. Meestal zit ik altijd al in deze trainingspakken. Jij bent gewoon een sportief jongetje. Ja. Een sportieve man, moet ik zeggen. Ja. Maar kijk, jij doet dat niet meer. Dus jij hebt wel tijd om te spelen en om televisie te kijken. Of om te gamen misschien wel. Ja, daar heb ik eigenlijk wel tijd voor. Maar dat doe ik eigenlijk weinig. Okay. Je leert heel veel. Ja, maar leren vind ik eigenlijk ook heel erg leuk. Dus ik kan nog heel moeilijk kiezen. Was te laat met opgeven. Ja, dat kan natuurlijk. En soms kun je ook geen tijd hebben natuurlijk. Ja, ik denk dat ik volgend jaar wel weer ga. Jongens, moet ik voor de avondvierdaagse nog speciale schoenen aandoen als ik meer zou willen doen? Ja. Wat voor schoenen moet ik aan hebben dan? Kan ik gewoon op de pumps bijvoorbeeld? Of op de sandalen? Nee, je moet wel stevige schoenen hebben. Ja. Bergschoenen is wel handig. Of
of gewoon goede sokken aan hebben. Dat als je een steen erin in je schoen krijgt, dat je niet gelijk het voelt. Okay. Maar dit jaar krijg je een nieuwe medaille, heb ik gehoord. Heb jij hem al gezien, heel stiekem? Ja. Is die mooi? Nou, die kan je zelf omdragen. Oké, okay, want andere jaren is het een speldje. En hoe ziet die van nu eruit? Wat je om hebt, dat zit allemaal ballonnen en daaronder hangt echt een medaille. Hoe bereid je je nou voor dan op zo'n lange loop, 10 kilometer? Nou, vroeg naar bed, omdat je soms wel eens laat thuis kan zijn. Of dat je, ja, ik heb wel eens dat ik de middag daarvoor dan niet zo heel veel doe, zodat ik dan ja, gewoon goed kan lopen. Ja. Heb jij nou ook al blaren? Ja, op de achterkant van mijn hak heb ik een wandje. En ja, ik had eigenlijk geen enkel zakjes aan moeten doen, want dat schuurt. En hoe bereid jij jou voor op de avond, vierdaagse? Nou, ik rust goed uit en doe niet echt te veel actiefs voordat ik ga lopen en ga op tijd naar bed. Pak mijn tas goed in met de dingen die ik echt nodig heb en zo. Loop je hem ook echt met de hele klas? Nee, een paar kinderen doen niet mee, maar bijna iedereen wel. Heb je ook speciale uniformen aan of een speciaal schoolshirt? Nou ja, het zou wel moeten, maar niet heel veel kinderen doen het. Sommigen wel, maar... Mag ik dan heel veel vragen waarom je hem dan ook niet aan hebt? Nou, soms heb je dan gewoon je shirt aan en ben je te lui om... ik doe mijn vest er of zo overheen en dan vind ik het eigenlijk een beetje onnodig om zo'n schoolshirt aan te doen. Vanavond heb ik één onderwerp voor u. Ik ga in gesprek met Jan de Jonge en Peter Vos van de Luchtbuk Schietvereniging Nijverdal. Heren, welkom. Dankjewel. Peter, ik begin even met jou. Hoe lang bestaat deze club al? Ja, die bestaat al vanaf 1 mei 1969, ja. Daar die er staat. En de eerste steen is gelegd door Dinant Kelder. Dus die naam we ook nog even genoemd hebben. Is nog steeds lid. Nog steeds lid, 47 jaar. Ja, en dan nog steeds lid. Ja. En ook actief lid? Actief lid. Ja. En Jan, wat houdt een Luchtbuk Schietvereniging allemaal in? Jullie hebben een prachtig gebouw, maar wat doe je er allemaal? Dankjewel voor het compliment. Het is onze schietvereniging, of eigenlijk elke vereniging, wil prestaties leveren. En onze vereniging ook. Wij hebben een sport... Ja. Waarbij we als team kunnen spelen met andere verenigingen in de regio. Maar het is ook een individualistische sport. Waarbij je dus ook binnen de interne competitie je scores kunt halen. En steeds wil verbeteren, zeg maar. Ja. Wat voor kogels gebruiken jullie dan eigenlijk? Wij gebruiken lode kogels, men noemt dat diabole kogels, van 4,5 mm. En we schieten op een afstand van 10 meter. En binnen onze vereniging hebben we een heel groot sociaal aspect, zoals bij heel veel verenigingen. Ja. Want het ledenaantal is niet zo heel groot, of vind je het juist wel groot? Nou ja, kijk, voor mij mag het altijd meer. En we kunnen ook zeker nog meer leden gebruiken. Maar ik denk dat we al jaren op het niveau van rond de 65 leden zitten. En dan kan ik je 70 zijn, en dan kan ik je 60 zijn. En het heeft ook alles te maken met jeugd. Het is heel moeilijk om jeugd te krijgen. Maar het is nog moeilijker om jeugd te houden. Ja. Dat is, je hebt het. Nou ja. We hebben daar laatst wat ervaren, dingen over gehoord. Ervaren, ja, absoluut. Okay. En zijn er ook nog een aantal? Ik heb een foto ook gemaakt met een dame erin. Hebben jullie veel damesleden ook? Zouden we ook wel graag meer willen hebben. We hebben het net eventjes uitgerekend. We hebben 3 dames. Dus dat is ongeveer 5% is dame en 95% man. Ja. En ja, het zal wel met het onderwerp schieten te maken hebben. Hoe komt dat? Ja, goede vraag. Ik denk dat schieten een misschien wel meer een mannensport is of een mannending. Een mannending. Waarschijnlijk een mannending. De vrouwen die lid zijn, die zijn heel erg fanatiek. Okay. Ook fanatiek met de interne competitie en een stukje gedrevenheid. Want je bent zelf aan zet. Ja. Ik heb dus 66% van de dames heb ik dan gezien. Ja. Op de avond dat ik bij jullie was. Dat was toch wel leuk. Ja. Hè? Ja. 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 Nou,
Naast reguliere avonden, Peter, hebben jullie ook allerlei andere activiteiten. Hè? Om waarschijnlijk ook om meer leden te trekken, het boeiende te maken. Wat doen jullie allemaal? Absoluut. We zijn momenteel bezig met een straat- en weekschiettoernooi. Dus dat is gewoon, krijgt iedere wijkvereniging, straat, die krijgen dus gewoon een uitnodiging. Dus die mogen komen schieten met de straat. Dus dat is morgenavond, is, of vanavond eigenlijk, is de avond. Dat is de tweede avond. En, dus, en dan hebben wij ook nog bedrijfsschieten. En dat is altijd zo'n beetje november, december. Ja. Dat is altijd allerlei bedrijven tegen elkaar. En dat is altijd enorm druk. Want het is altijd toch die onderlinge competitie van gewoon als bedrijf zijn. Wij zijn beter als jullie. Dus het is altijd, ja, er komen sowieso bultvolk op af. En het is altijd gezellig. En we blijven altijd wel een paar mensen hangen als lid. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. Ja. En we hadden ook al even over de gezelligheid, Jan. Hè? Het komt wel heel gezellig over als je daar binnenkomt. Nou, dat klopt. En dat ervaar ik ook. Ik ben zelf ook al 29 jaar lid. En waarom blijf je hangen? Omdat je de sociale contacten goed zijn. Ja. Het is een gezellige vereniging. Men wil wat voor elkaar doen. En toch open. Ook voor nieuwe mensen. En die worden ook gedragen en geholpen om weer prestaties te leveren, zeg maar. Ja. Als je dan kijkt naar de training dan, Peter. Hè? Want Jan die zegt net, ze worden geholpen. Ja. Nou, dan denk ik ook van een beetje training en zo. Wordt er ook echt getraind? Er wordt echt getraind. Er is sowieso, als je als nieuw lid komt, dan mag je sowieso de eerste 4 weken. Mag je vier weken, in principe kost het niks. Gewoon 4 weken proefschieten, zeg maar. En dan de jeugd heeft altijd, iedere donderdagavond is er een jeugdtraining van 7 tot 8. Dus er is echt specifiek echt een jeugdtrainer aanwezig. Die dan, en dan gewoon voor onszelf, voor de senioren, zeg maar, die hebben we gewoon een groepstraining. Dus dat is meestal 1 keer in per kwartaal of zo. Dan is altijd, dan komt die dan te hangen dat er weer een training is. En dan is altijd voldoende animo, dan staan de banen weer vol. Dus er staan er altijd 2, 3 man die lopen erachter. Dat is mooi. Laatste vraag, Jan, eigenlijk even. Het niveau van de club, hoe moeten we dat zien? Nou, zowel regionaal als landelijk dragen wij zeker ons steentje bij. Kort geleden zijn de Nederlandse kampioenschappen geweest voor veteranen. Dat is 55 plus. En daarvan is Karel Roelofs nummer 4 geworden. En Hans ten Hag is nummer 6 geworden. Dat zijn gewoon super prestaties. En we hebben laatst een landelijke ook een wedstrijd gehad voor opgelegd. Of niet vrije hand schieten, zeg maar. Dus veteranen schieten opgelegd, die schieten op een steun. Maar ook vrije handschutters hebben we ook. En daar heeft Marco Beltman is 16e geworden. Dat klinkt dat misschien niet hoog. Maar als je nagaat dat van die 16 ook Peter Hellebrand, die dus Olympische sporter is. Dan vind ik het knap dat een Marco Beltman toch 16e wordt. 16 wordt zeker weten. Dat is een mooie prestatie. Dat is prijzenswaardig. En dat zijn schutters die al jaren binnen onze vereniging zijn. We hebben elkaar het vak geleerd, zeg maar. Ja, dus, okay. Dat is leuk. Ja, nou, aanmelden kunnen ze bij jullie op de website van LSVN. Ja. En dan kom je vanzelf op de website. Ja. Hè? Dus we krijgen binnenkort een nieuwe website en dan gaat alles nog vlekkeloos aflopen. Goed zo. Heren, ontzettend bedankt voor jullie tijd en komst naar de studio. Dank je wel. Graag gedaan. En ja, goed. Morgen zijn we met Hooi Radio en TV live aanwezig bij de afsluiting van de avondvierdaagse en vanaf 6 uur. Vanaf de evenementenweide. Morgen is er regenbreed. Dat is zaterdag natuurlijk, regenbreed van 10 tot 3, live in de lucht. En dat betekent dat Hooi FM Sport om 3 uur begint en niet zoals gewoonlijk om 2 uur. Maar het duurt wel tot 5 uur. We hebben daarin zeer veel verschillende onderwerpen. Korfbal, hockey, waterpolo, turnen, voetbal en handbal en nog wel meer. En dan hebben we de volgende week natuurlijk weer een sportspecial van ongeveer af 7:30. Direct naar Hooi Centraal, waarin Matthijs als studiogasten zal ontvangen Jan van Halst en Edwin Mulder. Onder andere over de huidige situatie bij FC Twente zal hij hen ondervragen. Verder in de studio de dames, het kampioensteam van de Zweef, dat volgend jaar in de eerste klasse uit zal komen. En ik wens u, zoals altijd, opnieuw een heel erg sportieve week.
Jaap Kalkhoven was aanwezig bij de bijeenkomst over de vorming van de nieuwe cultuurnota van de gemeente Hellendoorn. Hij sprak hierover met wethouder Anja van den Dolder en Ferns van Damme van de provincie Overijssel. We waren hier vanavond te gast bij jullie, avond over cultuur. Jullie hadden een professional ingehuurd van de provincie. De opdracht die u heeft gekregen van de gemeente, wat was die precies? De opdracht van de gemeente was eigenlijk relatief eenvoudig. We zouden samen op zoek gaan naar een experiment om met de mensen in Hellendoorn na te denken over wat cultuur is, van wie cultuur eigenlijk is en hoe we daar in de toekomst met z'n allen achter zouden kunnen staan. Een cultuur in Hellendoorn die van ons allemaal is. Nu was de opkomst rond de 50, iets meer dan 50 mensen, heb ik even geteld. Bent u daar tevreden over? Ja, ik ben heel erg tevreden over deze avond. Mensen hebben heel veel inbreng kunnen leveren en hebben dat ook gewild. En er is gewoon heel veel binnengekomen en daar gaan we weer verder mee aan de slag. Dus de avond is zeker geslaagd. Ik vond de manier ook erg leuk. Via iPads stellingen beantwoorden en daar op ingaan. En dit was voor mij helemaal nieuw. Nou, ik heb het een keer gezien en toen dacht ik van dit is een heel mooi middel om heel veel op te halen. Want anders zie je zo'n avond, ja dan staat meneer Jan of meneer Piet staat op en die bepalen dan de hele avond. Nou, vanavond is iedereen gewoon aan zet en dat vind ik de kracht van dit en dat is er ook uitgekomen. Volgens mij is er in ieder geval uitgekomen dat we op het goede spoor zitten en dat de mensen die hier vanavond aanwezig waren in ieder geval het met ons eens zijn dat cultuur van iedereen is in Hellendoorn en niet alleen maar van een klein groepje. En dat is een hele belangrijke bevestiging als je zo'n weg wil inslaan, namelijk met z'n allen een cultuurvisie maken. Dus ik vond het een enorme bevestiging vanavond. Ik kan niet zeggen van aan het eind van de rit hebben we een cultuurnota. Dat is niet de opzet zoals u de verhaal hier gepresenteerd hebt. Nou, ik denk dat we wel een visie hebben op de cultuur in Hellendoorn. Maar of dat per se een nota is, ik hoop het niet eerlijk gezegd. Nee. Maar dan, hoe gaan we daar dan, want dat is toch de vraag hoe die vanuit Klemmerjouw kwam. Hoe gaan we daar geld aan hangen? Ja, nou daar zijn we nog niet aan toe. En vanavond zijn er weer een aantal mensen opgestaan die hebben gezegd, nou wij vinden het zo belangrijk dat dit proces doorgaat. Wij gaan eens kijken of wij het kunnen organiseren. En ik ben heel erg benieuwd wat daar dan weer uitkomt. Hè. Ik ben begonnen vanavond met, het begon met een klein puntje, een opdracht. Daaromheen organiseren we een sessie en nog weer eens een sessie. En elke sessie maakt weer dat het resultaat dichterbij komt. En wat dat dan precies is, ja, dat is nog wel de vraag. Hè? Maar corrigeer me als ik het verkeerd heb, maar we hebben volgens mij ook in de vorige sessie het al wel grofweg zeg maar, gehad over geld. En de raad heeft toen ook uitgesproken van ja, het geld wat beschikbaar is voor cultuur op dit moment, daar kunnen we dus met z'n allen over hebben. Wat we daar precies mee willen en mee gaan doen. Dus. Want we hebben in het begin, heeft de raad inderdaad gezegd van nou, wethouder, zorg dat je in 2015 klaar bent met de cultuurnota. Maar die hebben de draai gemaakt. Die hebben gezegd, als wij echt deze participatie willen toepassen, ja, dan is er ook niet echt een einddatum. En dan komen wij ook op zoveel mogelijk sessies. En dat zag je vanavond ook. De raad was weer breed vertegenwoordigd. Dat is natuurlijk heel erg mooi. Het meeste werk in de cultuur gebeurt toch vaak door vrijwilligers? Ja, mensen met passie. En daar moet je het volgens mij van hebben. Mensen met passie voor dat wat zij belangrijk vinden in hun eigen gemeenschap. En dat kunnen allerlei vormen van cultuur zijn waar misschien doorsnee mensen op dit moment nog wel helemaal niet eens over nadenken. Dus ik vind die passie heel erg belangrijk. Ja, die passie die was er, want er kwam aan het eind van de avond was de oproep van wie gaat de volgende avond organiseren. Er was een groep uit Haarlem die hebben gezegd nu van we gaan het doen. Heel verrassend. Ja, maar dat is juist mooi in zo'n proces. Hè, dat heb je van tevoren toen we hier naartoe gingen wisten we dat niet. En zij pakken de handschoen op en gaan iets organiseren. En hoe het dan weer verder gaat, ja, dat zien we dan. Spannend hoor, voor een wethouder ook. En tot slot heb ik voor u nog een paar items uit de culturele agenda voor komende week. Nederland eert op de verjaardag van zijn koninklijke hoogheid Prins Bernhard de tienduizenden veteranen die sinds de Tweede Wereldoorlog de belangen van de Nederlandse staat verdedigden. De fanfare bereden wapens geven onder leiding van ritmeester Harold Lensen en soliste René van Bavel een veteranenconcert. Salut, een groet aan de veteranen. Dit alles ter gelegenheid van de Veteranendag. Dit concert wordt gehouden op zaterdagmiddag 28 mei om 3:00 in het Zinnin Theater in Nijverdal. Van donderdag 2 tot en met zondag 5 juni is het weer zover. Dan staat Droodnageldorp weer in het teken van het Haarlemsfeest. De formule is vrij simpel. 'S Middags kermis en gezellige activiteiten
en 's avonds volop feest en goede muziek. Voor meer informatie voor het programma kunt u kijken op de website van haarlemsfeest.nl. Dit was Hooi Centraal van deze week. Na deze uitzending kunt u kijken naar de Europarit, gevolgd door het tv-zakenprogramma Hellendoorn in Business, met deze keer in de hoofdrol Marietje Odink van tuincentrum Bloemsierkunst en Hoveniersbedrijf Odink. En daarna is er een live registratie van de intocht van de Nijverdalse avondvierdaagse op de evenementenweide. Alle programma's worden natuurlijk gedurende het hele weekend op de evenuren herhaald. Wilt u het nieuws van de gemeente Hellendoorn volgen en onze programma's terugzien of de uitzending van Hoi in de studio bijwonen? Kijk dan op onze site hoimedia.com en like ons op Facebook. Voor nog meer actueel nieuws luistert u natuurlijk zaterdagochtend vanaf 10 uur naar Reggebreed op Hoi FM. Ik bedank mijn gasten voor hun aanwezigheid in de studio. Ik bedank u thuis voor het kijken. Tot zover, tot volgende week.